is denk ik een sobere Prinsjesdag. Maar het is altijd een bijzonder moment. U ziet er toch vrij feestelijk uit, mag ik zeggen. Nou, ik probeer me te kleden naar de gelegenheid, ja. U zou eigenlijk op een andere plek zitten, toch, deze Prinsjesdag? Ja, dat is zo. Hoe is dat nu voor u? Nou, het is een ander gevoel. Net zo spannend. Ik word volgende week fractievoorzitter weer van D66, dus in de Kamer. En vandaag ben ik als Kamerlid. Toch wel een feestelijke outfit, mag ik dat zeggen? Zeker, feestelijke dag. Is het zo? Is het een feestelijke Prinsjesdag? Ja, natuurlijk. Prinsjesdag is toch een feestelijke dag? Ja, ik kappen zie het op uw kappen. Kappen met kappen, op uw hoedje. Ja. En wie heeft dat voor u gemaakt? We hebben voor de zomer nagedacht over wat we wilden doen. En een ontwerper, Ingrid Brouwer, heeft de jurk ontworpen en het hoedje gemaakt. Denkt u dat deze boodschappen aankomen? Nou, ik denk dat als je het niet doet, dat het er sowieso niet over gaat. Dus het gaat om het meest kwetsbare dat we hebben, een leefbare aarde. Tot nu toe hebben we daar niet zoveel over gehoord in de troonrede. Het zou mooi zijn als het daar wel over gaat, maar voor het geval dat niet het geval is, hebben wij met ons statement toch het onderwerp op de agenda gezet. Ja, politiek gezien is het natuurlijk een hele treurige dag om Prinsjesdag te hebben en aan de beschouwingen te beginnen terwijl we nog met een demissionair kabinet zitten in het dieptepunt van de onderhandelingen. Maar de toekomst ziet er wat mij betreft fleurig uit, zolang we maar bereid zijn om culturen met elkaar te mixen, vriendelijk met elkaar samen te leven, dan denk ik dat we het best zouden moeten kunnen redden. Is het Prinsjesdag een dag die misschien ook een beetje verbindt? Verbindt. Ja, laten we het hopen. Dat hebben we gewoon heel erg nodig. Ja, ja, want het valt uit elkaar. Je hebt heel veel polarisatie in die samenleving. Maar nu, dat zie je nu ook zijn politieke vertaling krijgen. En misschien wel vice versa. Dus ja, dat is wel... daar maak ik me zorgen over. Hey, ik kom net bij de vakvrouwen en mannen van het mbo vandaan. Die hebben dit gemaakt en dit gemaakt. Dus ik denk, wat zal ik nou doen? Terug naar de kamer en dan in die bus en dan weer die mondkapjes op en zo. Je weet niet wat dat allemaal verpest. Dus ik denk, bekijk het maar. Ik loop rustig die kant op. Waar gaat u nou op letten zometeen? Nou, eigenlijk is alles al uitgelekt, hè? Want jullie kregen alles te horen voordat wij het kregen. Dus... U had geen zin in de bus? Nee, lekker lopen. Mooi weer. Ja, en geen hoedje? Nee, dat doe ik al 15 jaar niet. En waar zit hem dat in? Nou, het gaat om de inhoud van de regering van de troonrede. Het is natuurlijk nu wel raar, want ja, de regering regeert niet meer. En dan mag de aandacht op anderen gevestigd zijn. Hoe vindt u dat nou, die coronaprinsjesdagen? Niks aan. Nee? Nee. Waar zit het hem in? Ik heb een extra mooie hoed opgezet. Ik denk, doen we tenminste nog wat.